Dinsdagmiddag was de spruitweg voor lange tijd afgesloten. De auto van een jonge man is gaan slippen en kwam tot stilstand in het water. De bestuurder is door het ambulancepersoneel nagekeken en had geen letsel opgelopen. Ook vanuit het weiland was er overigens veel belangstelling voor het incident. De auto van de jonge man is uit het water getakeld en hij kon na even zijn auto uit te laten druipen zijn weg vervolgen.